Ja, goedemiddag. Welkom bij de tweede dag van unboxing. Aan de second day of unboxing. Wij hebben hier een White Kira MGX doos. Nou ja, waarom ook niet? Het is vol met Dragon Majesty en Dragon Majesty of Majestic. Ik kan dat niet uitspreken, nog steeds niet. Daar zijn heel veel mensen natuurlijk hype voor in verband met alle draak-Pokémon die erin zitten. En draak-Pokémon is altijd nogal een grote favoriet van velen geweest. Niet van mij, ben ik heel eerlijk in, want ja, jullie kennen mij ondertussen. Oh, dan gaat het weer met dat Eevee beginnen. Ik ga mijn best doen om niet te veel over Eevee te praten. Daarvoor heb ik speciaal daarvoor de Eevee Coin ter afleiding neergelegd. Dat klonk echt wel best wel zwaar. Maar daarvoor heb ik dus speciaal eventjes als afleiding de Eevee Coin neergelegd. Zodat ik dus altijd toch wel een beetje Eevee bij me heb. Om te kunnen focussen op de Dragon Majesty pakjes. Natuurlijk van de White Kyrian GX. Waarom ook niet? Dus laten we maar gelijk al eventjes het plastic tomaat eventjes snel gaan verwijderen. Waarom ook niet? Lijkt me hartstikke leuk om dat even zo snel mogelijk te doen. Ik zie al een mooi muntje. Kan ik deze... Oh boy. Hebben we deze onzin? Hebben we niet geleerd dat deze onzin juist niet gedaan moet worden bij Pokémon kaarten? Kom op. Dit hebben jullie al zo lang uitgegooid ondertussen. Oh, dat moeten ze niet doen. Oké, nou. We hebben in ieder geval de promokaart hebben we hier al te pakken gekregen. De gewone. En dan heb je er nog een promokaart tussen zitten. Je hebt er namelijk twee. En ik heb echt altijd afgehaald. Zo. Hou je rustig. Hou je rustig, kalm en stil. Zo. Natuurlijk die GX-kaart. Die er gegarandeerd bij zit. Die heb je altijd gegarandeerd. Want niet, hè? Dat is natuurlijk awesome. Je hebt zelfs de gewone kaart. De, nou ja, niet gewone, maar de Holo Rare is het. Nee, het is eigenlijk een promo ook. En op zich die Outrage met 130. Die Outrage die kan best wel veel damage doen. Dus daar wil je zeker op uitkijken. Zeker een hele mooie kaart. Ik zal daar gelijk eventjes leven. Natuurlijk hebben we hier ook een Jumbo kaart in zitten. Die hier dit keer niet aan de achterkant in zit. Maar via de bovenkant los. Dus die kijk ik heel eventjes toch voorzichtig uitschuiven. Het is een kleine kaart, de kleine GX, de klein voor je, dan pak je gewoon de Jumbo kaart van. Maakt jou wat uit, gewoon doen! Goed, ik zal deze heel eventjes voorzichtig even aan de kant leggen. Die moet ik daar heel eventjes gelijk even sleeven. En natuurlijk de 5 pakjes die we krijgen van Dragon Majesty. Waarom niet? En, oh, ik zie hier 2 codekaarten. Die schuiven we heel eventjes gelijk aan de kant. En niet te vergeten, natuurlijk, vergeet niet de codekaarten die zijn als je het spel online speelt. Altijd wel erg leuk om te weten. En we hebben dus hier ook nog eens een keer de... Hoe heet dat beest nou? Ik schaam me, suf! Kyurem? De munt. Heel erg simpel, we hebben een evenement. Ik weet dat we op die munt moeten focussen, maar... Vooruit dan, helemaal van naast liggen. Nee. Goed. Nou, ik doe wel eventjes sleeven. Niet vergeten, het sleeveslipje. Ik heb hier mijn sleeveslipjes naast me liggen. Altijd zorgen op het moment dat je video, of als je pakjes openmaakt, dat je de sleeves bij de hand hebt. En niet te vergeten, altijd ervoor te zorgen dat je de bovenkant altijd zo, dat je dus zeg maar de opening van de sleeve aan de onderkant hebt zitten in verband met mapjes, als je hem in een map zou willen bewaren. Trucje van René geleerd. René, enorm bedankt natuurlijk voor het trucje te leren. Dat is natuurlijk een heel handig trucje. En daarmee zeg ik, hij zit nu mooi gesleeved. Mooi, we hebben de promo's, we hebben 5 pakjes. Let's open them. Ah, 5 pakjes, 5 deze verboxing. Ah, alles is 5. Behalve de kaart die erin zit, er zitten er 10 in. Dus dat is 2x5. Probeer het vol te praten, want ik krijg het pakje weer niet open. Oeps. Leuke achtergrondmuziek, hè? Hoor jullie het? Ik krijg het pakje niet open. Oeps. Dat gebeurt niet vaak. Oké, nou, even kijken. Dit waren er ook 4 uit het hoofd, als ik me niet vergis. En dan beginnen we natuurlijk met appeltjes groen. Vorige keer bij mijn verjaardag ben ik helemaal vergeten om elke gras energie appeltjes groen te zetten. Namelijk deze video's mee mogelijk maken door Remicord. En ik heb ook af en toe gezegd dat ik af en toe appeltjes groen, want die helpt daar ook mee. En die maakt hele leuke tekeningen en alles. En die heeft helemaal een kikkertje. Maar goed, in ieder geval, appeltjes groen. We gaan verder. Dan hebben we een Quagsire. Veel moeper leuker. Een Heatmore. Wella, Volcano Park. Dratini, Mr. Mum Cubone, Totodile. Trapinch. Net Magikarp. Wishy Washy. Een Reversed Holo for Alligator. En we beginnen met een Holo Rare Comma-O. Zeker heel erg nice.
Dus vergeet niet, het is Dragon Majesty. Dit is een speciale set. Dus in elke zal dus een minimaal een Holo Rare of een GX in kunnen zitten. Dus al die pakjes zijn altijd eigenlijk hartstikke goed. Volgende pakje. Gaan we even beginnen. Ik zal gelijk een Magic Card, de goede kaart van de serie. Wie best fans uit die er zijn. Sorry, maar ik heb een buddy. Die wordt roodgloeiend op het moment dat je het over VPass hebt. En dan ben ik het mee eens wat echt serieus. Magikarp blijft de enige en echte splasher. Zygarde, Drampa, Lapras, Magikarp! Volgens mij heb ik het verkeerd gedaan met... Nee, ik heb het goed gedaan, maar dan heb ik in ieder geval Magikarp. Die leggen we dus heel erg mooi hiernaast neer. Magikarp krijgt... Ta-da-da-da-da-da! Eevee en Carl! Oké, sorry. Yanmo, Litten, Swablu, Trapinch... Reversed Holo Switch Raft en... We vallen in de galing. Nee. Gewoon nee. Gewoon nee. Gewoon nee. We gaan niet in de galing vallen. We hoeven geen twee Reversed Holo Combo's te hebben. Dan schiet niet op. Ik blijf het volhouden totdat ik het pakje open heb. Zo. Maar tijdig inkomen was onverrecht. Zo. We beginnen in ieder geval weer met de Magic Card, zo te zien. Dat is alleen maar gunstig. Wacht dan. Dat moet ik hiervoor doen, die vier. Ik heb die vier al gedaan, maar dat moet ik hier eigenlijk doen. Dus. Ik ben dom, ik weet het. Sorry. Ben ik dom? Ja, die grap kennen we. Goed, nou, we gaan gelijk verder. Wij hebben stroomenergie. We hebben een nep Eevee. Voor de mensen die de randomizer hebben gezien dat je dus een Eevee krijgt. En dan krijgen we dus een iPhone van. Daar word je niet vrolijk van. We hebben een Dragonair. We hebben een Combusken. We hebben Sweet Mystical Bouncing Dragon Balls Magikarp. En een Corsola. En weer een Swablu. Een Darumaka. Ik zag het in één keer goed. Zo goed is dat toch mogelijk. Weer een Volcano Park. En als dit weer een combo is... Hologram Gyarados! Wordt bij de Magic Card. Sorry, Marion, maar... Wat is dit? Is een verzooi. Weg. Nou, dat wel. Technisch mankement. Gebeurt hier wel eens. Ah, in ieder geval, het is geen combo. Oh, ik ben best wel... Ik ben best wel blij om nou iets anders te zien dan een combo. Ik bedoel serieus, van de vijf pakjes die we hebben. Al zijn er niet kaarten waar ik hier ook naar op zoek naar ben. Dus ik bedoel, natuurlijk is het altijd leuk als er weer zo'n pakje bij zit. Zoals bijvoorbeeld van dat Ultra Prism of iets. Dat we dan de kans hebben tot daar een evolutie natuurlijk in zit. En iedereen is natuurlijk blij van een evolutie op dit kanaal tegenkomen. Want evoluties... Dat is gewoon mijn ding. Ik kan er niks aan doen. Dus zoals Eevees en appeltjes groen. Dus ja, in ieder geval, we beginnen verder met Combusken. We hebben een Shelgon, Drampa, Toxic, Vibrava, Dratini, Salandit, Wooper! Die blijft altijd vrolijk. Wooper blijft altijd... Ik zit echt enorm in mijn camera hier zo. Oké, zo kan hij wel weg. Sorry daarvoor. Goed, hier zit ook mijn microfoon. Wooper is altijd vrolijk. Daar ben ik blij om. Een Reversed Holo Dragon. Ik hoop dat ik het goed zei. Holo Rattaria! Oké, maar ik weet ook zeker dat er ook GX'en in deze doos horen te zitten. Of in Dragon Majesty. Dus laten we nou eens... Met spannende muziek moet dat helemaal goed gaan komen. We gaan het gewoon doen. Eén pakje. Ik blijf dat automatisch doen, jongens. Dat doe ik bij elke unboxing zo, weet je wel. Dat heb ik uitgelegd waarom. Dat ik wil gewoon niet dat jullie de codekaarten mee zien van de mensen die het truc kennen, de mensen die geen truc kennen, bla bla bla. Jengen die. Ik heb het al uitgelegd. Daarom haal ik heel die codekaart gewoon helemaal uit beeld. Vuurenergie. Wel een Volcano Park. Switchraft. Charmeleon. Bacon. Horsey. Dratini. Vibrava. Magikarp. Oh, nice. Nou, het is geen reverse holo, het is gewoon een holo energy. Dat blijft altijd heel erg mooi, dat vind ik altijd heel erg leuk. En een holo red blaziken. Nou, we hebben in ieder geval een hele mooie energy te pakken gekregen. En mooie energy is ook leuke energy. Maar dus helaas in deze doos geen GX.
We hopen dat de volgende doos wel wat meer zou gaan geven. Of zou de doos de volgende van dag 3 alleen maar oude rotzooi geven? Dat zouden ze toch nooit doen? Pokémon die zou toch nooit met oude rotzooi komen en dan zeggen van we brengen iets nieuws op de markt, toch? Maar goed, dat natuurlijk allemaal voor de volgende video. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je nu zelf een specifieke kaart waarvan je zegt van oh, Dragon Majesty, dat is de kaart die ik wil hebben? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je naar de tijd hebt. En laat een like achter voor deze video. En natuurlijk voor meer informatie over de kaarten en waar je de kaarten kunt halen. Alles staat natuurlijk in de beschrijving. www.renekaarts.nl. Hier heb je nog één keer de kaart. Kan je niet missen. Hartstikke gezellig. Ik hoop jullie helemaal te zien bij de volgende video. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!